En toen in één keer zag ik haar op de NOS-journaal in de jurk staan. Ja. Toen had ik wel even zoiets, een momentje van... jongen, shit, zeg. Wat de hel. Ja, die had ik... Jij jezelf toewijzen. Jij kan alleen maar ervoor zorgen dat je je doel behaalt. Dank je wel. Just. Oh ja. Jij hebt een graf door de hoofd. Hé, hey, gast. Wacht even voor... Hartelijk welkom en goed als je kijkt naar de allereerste aflevering van Bring the Noise. We staan hier op het terrein van Drift Festival en het is ontzettend leuk hier. Afrojack kwam hoor ik, dus... Je zit op het verkeerde evenement, man. We zijn dus vanaf 2008 zeg maar begonnen en jullie hebben je ontwikkeld. Ik ben benieuwd ook wat jij denkt dat ik kies, maar ik kies Within Temptation. Voor Bring the Noise staan we nu bij Forta Rock. Kom ik erbij houden. Ik ben echt een techno-meisje. Jullie hebben volgens mij in mei het tweede album net uitgegeven, toch? Ja. En daarvoor zijn jullie ook naar Nashville geweest. Ik heb niet opgelet. En een echte muziekliefhebber kent deze zaak wel, de Waaghals. Marit neemt jullie mee op de eerste editie van dit nieuwe festival. Kijk, het is een beetje het kleine zusje van Lowlands. Down the Rabbit Holes, de eerste editie. Hoe valt het tot nu toe, het festival? Ja, het bevalt heel goed. Oh, nu komt de staat. Ken je de staat? Ja, de staat, dat ken ik wel, ja. Daar gaan we nog naartoe, hè. Als jij zeg maar thuis met doekje, natte doekje, stof weghaalt, hè? Doe dan met een geel of een blauwe doekje? Geel. Oh, dat zegt zoveel over je persoonlijkheid. Yeah. Nou, daar gaan we dan. Snel. Heel snel. Wat weten jullie over deze foto? Hier in de studio nog steeds bij ons is Oscar Rasko. Nou heb je veel mensen op weten te trommelen. Die hebben ook betaald voor een kaartje. Ja. Want het is voor 3FM, hè, voor Serious Request. Ja, klopt. Oh, je duurt te lang, sorry. Happy? Happy, heel goed, dankjewel. Weet je hebt verloren. Nee. En we gaan nu de laatste scènes opnemen voor de clip. Somebody to die for. Daar zijn we weer. En ook goed dat jullie ook weer klaar zitten voor een gloednieuwe serie van Bring the Noise. Simons, kijk allemaal naar Bring the Noise. Ga lepen, ga dansen, genieten. Klein konijntje, let's go. Destroy everything. Het is ook meteen de allerlaatste aflevering van Bring the Noise. De allerlaatste. Wow. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Poppodium Don Roosje.
harte welkom bij een gloednieuw seizoen van Bring the Noise. 4 jaar na de Festival Edition zijn we terug met een allerlaatste seizoen, om het even af te leren zeg maar. Alles wat je nog kent uit Bring the Noise uit 2014 en 2015 herleef de komende weken dus weer even. Dit is Bring the Noise, The Revival. Like a rotten tooth, you gotta spit it out. Let the bottom two, let my wisdom work it out. Big on the underground, can't knock me down. Wicked leaves, bitches, bad, bite up the man. I sleep on my tan and then I slam by it too. I could say lots with the little words if you like. Adam, Adam, yeah, me, the madam. Y'all introduce you to the dooms. Come let me go, do you like my perfume? Made it at home with some gasoline in the shrooms. Oil and water are two extremes. We like fucking carpets, you like fucking brooms. Why is your tattoo smuggler looking thing? I got many designs, I'm nodding on bing. My cousin's got his busy, yes, he's decorating. He's handy, you might need him when I finish what I'm saying. Let's be frank, you must stand on the stand. I don't care what you smell, what you fucking drink. I love to be pissed and make some yanks. Cause it's not me and you, it's the fucking banks. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon them. Bring the noise when we run upon. De komende weken geniet je uiteraard van de leukste festivals van regio Nijmegen en daarbuiten. En onze uitzendingen duren dit keer ook 2 keer zo lang als je van ons gewend bent. Dus ook veel meer muzikaal vermaak. Zo gaan we in elke uitzending langs bij Poppodium Door een Roosje om met één van de artiesten te spreken die daar de afgelopen tijd hebben opgetreden. Verder hebben we nog een straatvraag in samenwerking met Wat Zegt Het Volk. We geven onze mening op verschillende soorten muziek in Noises React. En we houden een muziekquiz waar je thuis ook aan mee kunt doen. En we maken straks ook nog een eigen videoclip op een bestaand nummer. En omdat dit het laatste seizoen van Bring the Noise wordt, zie je in elke uitzending nog een reportage uit de oude doos. Elke aflevering staat in een speciaal thema en deze week is het thema vrijheid. Ik ben momenteel ook onderweg naar Wageningen, wat natuurlijk dé stad van de vrijheid is. Straks zie je dan ook een uitgebreid verslag van Bevrijdingsfestival Gelderland dat jaarlijks op 5 mei plaatsvindt in Wageningen. En ook hebben we een interview met zangeres Maan die dit jaar ambassadeur van de vrijheid was. Maar eerst neemt Rick je mee naar Oranjepop Nijmegen dat op Koningsdag in het Hunnepark plaatsvindt. Dan ga ik even proberen naar de overkant te komen. Zo kan het dus ook. Het is Koningsdag en dat betekent dat hier achter mij in het Hunnepark het festival Oranjepop weer plaatsvindt. Dit jaar staan op de line-up onder meer Pip Blom, Naas en als afsluiter straks Thomas Azier. Maar wat heeft het festival naast die optredens nou nog meer te bieden? We zijn op Oranjepop. Jullie noemen jezelf het leukste festival dat er is. Waarom? Het
leukste festival in Nijmegen, in de omgeving in ieder geval. Superleuk festival, heel veel leuke popbandjes en rockbands en soul- en funkbands. En tussen alle grote feesten in het land met veel dancemuziek zijn wij een leuk popfestival, net even anders. Ja, daarom. Ja, je zei het al, er zijn inderdaad op Koningsdag natuurlijk echt superveel evenementen, festivals verspreid door heel Nederland. Ja. Wat onderscheidt Oranjepop dan van al die andere evenementen? Nou, dus wat je ziet dus op Koningsdag is dat er echt vooral veel feesten zijn waar met DJ's, dancemuziek. Wij zijn echt een popfestival met veel bandjes en van allerlei verschillende muziekstijlen. En dat denk ik wel dat op deze dag ons in ieder geval specifiek wel onderscheidt. Ja. Wat kun je vertellen over de line-up? Dat we al heel en onderweg zijn en dat we nog maar een paar bands gaan hebben. We hebben net Johan gehad, nu staat Brutus, band uit België, te spelen. Straks komt nog Thomas Azier. Naast komt ook nog. Ja, nog een paar hele leuke dingen staan er vanavond in de planning. De 20e editie van Oranjepop werd verdeeld over twee podia, met daaromheen nog enkele randprogrammering. Op het hoofdpodium waren verspreid over de dag optredens van Habitants, Pip Blom, The Grand East en Johan. S'avonds was één van de publiekstrekkers zangeres Naas. Naas was pas 19 toen ze werd ontdekt door hippe internationale muziekblogs. Ze schrijft en produceert minimalistische muziek met natuurlijke geluiden. Eén van haar grootste hits is Words. De track behaalde meer dan 10 miljoen Spotify streams en won een Edison voor beste videoclip. De avond werd afgesloten door Thomas Azier. Deze Nederlandse zanger woont in Berlijn en maakt humeurige en zeer dramatische synthpop. In 2014 kwam zijn debuutalbum uit en 3 jaar later was zijn tweede plaat al te verkrijgen. Hierop stonden onder meer hits als Gold en Talk to Me. Talk to me, talk to me. Tell me how you really feel. Talk to me, talk to me. Tell me what is fake and what is real. Thomas Azier, een steeds groter wordende naam binnen de alternatieve popmuziek. Zo werkte hij in het verleden al samen met Diplo en Stromae en speelde hij op festivals als Best Kept Secret en Lowlands. Meteen opvalt als je hier over het terrein heen loopt, huishoudelijk zeg maar een beetje, is dat jullie hebben geen muntjes, je kunt hier niet met cash betalen, het is echt pin only. Waarom is dat? We denken dat het heel klantvriendelijk is en dat het voor iedereen heel makkelijk is om snel aan zijn biertje te komen. Het is gewoon naar de bar lopen, geen munten halen eerst, gewoon meteen afrekenen met je pins als je dat ook bij de Albert Heijn kan doen. Lekker makkelijk en voor ons natuurlijk ook gewoon simpelweg gewoon ook een stuk gemak voor ons als organisatie. Maar ik denk dat het mes op die manier aan twee kanten snijdt. Dat is het idee daarachter in ieder geval. Wat mogen bezoekers van Oranjepop dit jaar nou echt niet missen als ze hier op het festival zijn? Nou, als ze vanavond nog willen komen, moeten ze zeker Thomas Azier ernaast nog even kijken. Dat is absoluut de moeite waard, ja. Ja, en als je iets meer van stevige gitaar houdt, Tusky punkband komt straks nog. En ja, dat gaat er wel flink op. Dus als je daar van houdt, dan moet je er zeker bij zijn. Jonge dame, zeg waar is het vuifje? Ik ben altijd te porren voor een vuifje. Je kan me vinden op alle leuke vuifjes. Ik geniet met volle teugen van die vuifjes. Zijn er nog wensen voor de toekomst? Waar is Oranjepop over een paar jaar? Nou ja, we bestaan nu 20 jaar, dus we zijn al behoorlijk eind onderweg. Mijn verwachting is dat wij voor de rest niet heel erg zullen groeien. En we blijven gewoon wel wat we zijn. En het is een leuk festival in dit intieme park hier in Nijmegen. En we hopen natuurlijk altijd dat we nog wel wat iets kunnen groeien, mensen van buiten de stad halen. Maar we gaan niks radicaals anders doen en gewoon dit doen wat we al 20 jaar doen eigenlijk. Hi! Hoe bevalt Koningsdag tot nu toe? Erg goed. Ik heb vandaag lekker gewerkt hier op het terrein. Heb je gedaan dan? Nou, ik heb vandaag kaartjes mogen verkopen, of eigenlijk stempels. Hoeveel stempels? Heel veel. Ik denk dat ik heel Nijmegen wel gestempeld heb, als dat niet al te fout klinkt. Maar waarom Oranjepop? Oranjepop is gewoon een hele gezellige opener
van het festivalseizoen. Voor mij voelt het altijd echt, als Oranjepop van start gaat, dan beginnen alle leuke festiviteiten weer in Nijmegen. Mensen hebben altijd zoveel goede zin als Oranjepop begint. Mensen komen altijd enthousiast hier aan de kassa, want we hebben echt zin in het feestje. Daarom Oranjepop. Het is wel een beetje kut weer vandaag, hè? Nou, het mooie is, als je aan de kassa zit, dan zit je in een huisje. Het is droog. Ja, maar ik bedoel meer van, je merkt het wel aan de drukte en de sfeer en dat soort dingen. Ja, er zijn misschien een klein beetje minder mensen. Maar de mensen die toch komen, die brengen wel extra goede zin mee. En dat vind ik altijd wel tof. Voor wie kom jij? Voor Naas! Wauw, die schoenen! Wauw! Ik dacht dat ik goede schoenen had. Dat geeft me licht, hè? Echt, die geven echt licht. Is dat elk jaar dat jullie zo helemaal in het oranje gaan? Nee, nee, nee. Het is eigenlijk een beetje voor het eerst. Want we hebben die schoenen afgelopen november pas gekocht. Nee. In Londen. Waren jullie daar en dachten jullie, weet je, voor Koningsdag? Nee, gewoon dat ze leuk waren. Nee. Komen jullie hier vaker op Oranjepop? Nee. Nee, dat is volgens mij de tweede keer. Tweede keer. Bevalt het wel in de regen vandaag? Nou ja, wij zijn pas net aangekomen. Wij zijn vanmiddag naar Arnhem geweest. Ja, wij werken voor RN7. Dat is een Nijmeegse omroep. Dus dit doet een beetje zeer. Maar ik moet natuurlijk wel eerlijk blijven. Komen jullie wel uit Nijmegen? Ja, wij komen wel uit Nijmegen. God. Heb je nog een boodschap voor Willem? Willem, jongen, we gaan al zo lang terug. Van harte. En laten we snel een keer whisky doen. Weet je ook hoe oud je wordt? Ik heb geen idee. 86 alweer. Och, wat gaat de tijd toch hard. Denk de tijd dat dit wordt uitgezonden tenminste. Het thema van deze aflevering is vrijheid. En dat is natuurlijk een breed begrip. Zo kun je bijvoorbeeld in vrijheid feesten. En dat heeft men hier op 5 mei volop gedaan. Hoe dat eraan toe ging, dat zie je straks. Maar eerst gaan we het hebben over statements. In Hoe zit dat nou? Belichten we elke week een bepaald thema in de muziek. En deze week gaat het dus over statements in muziek. Ook dat heeft alles met vrijheid te maken. Of beter gezegd, met vrijheid van meningsuiting. Statements heb je in allerlei soorten en maten. En hoe dat precies zit, dat zie je nu. Madonna tijdens het Songfestival, Little Mix tijdens een optreden in Dubai, Lady Gaga die haar duet met R. Kelly offline haalt en ga zo maar door. Muziek lijkt het ultieme middel om statements mee te maken. In Hoe zit dat nou? Duiken we elke week in een muzikaal onderwerp met als enige vraag, hoe zit dat nou? Deze week, statements. Someone has to take a stand against evil. Why should it not be me? Statements in muziek zijn er in allerlei formaten en soms met uiteenlopende motieven. Soms wil de artiest een persoonlijke boodschap uitdragen en soms gaat het om een mening over wereldwijde onderwerpen. Zo kent iedereen nog wel de beruchte vleesjurk van Lady Gaga. In 2010 verscheen de popster tijdens de MTV VMA's op de rode loper in een rode outfit van vlees. Nu is Gaga niet alleen zangeres, maar ook activiste. We must demand full equality for all. Zo zorgde ze er in dat jaar voor dat het Don't Ask, Don't Tell beleid binnen het Amerikaanse leger werd opgeheven. Dit beleid ging over de deelname van LHBT'ers aan het leger van de VS. Deze mensen mochten alleen het leger in als ze hun geaardheid verborgen hielden. Mede dankzij de inzet van Lady Gaga als activiste werd het beleid in 2010 na 17 jaar opgeheven. I'm here because don't ask, don't tell is wrong. It's unjust. And fundamentally, it is against all that we stand for as Americans. De link met de vleesjurk. It has many interpretations, but for me this evening, it's as if we don't stand up for what we believe in, if we don't fight for our rights, pretty soon we're gonna have as much rights as the meat on our bones. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Toch is ze wel braaf in haar statements. Zo trad de zangeres in het verleden 2 keer op tijdens de Super Bowl en werd haar op het hart gedrukt geen politieke statements te maken. En dat deed ze dan ook niet. Overigens zeker niet ten koste van de show. Super Bowl 51!
Ook meidengroep Little Mix maakte recent een statement rondom de LHBT-gemeenschap. Wel een stukje subtieler overigens. Tijdens een optreden in Dubai zongen ze het nummer Secret Love Song Part 2, dat onder de fans wordt gezien als eerbetoon aan de LHBT'ers onder hen. Op social media werd het statement enorm geprezen omdat homoseksualiteit in Dubai nog steeds wordt gezien als misdaad. Ook Madonna brak de regels dit voorjaar voor het maken van een statement. Tijdens het Eurovisie Songfestival gaf de zangeres een optreden in de tijd tussen de performances en de uitslag. Het evenement werd dit jaar in Israël gehouden, een land waar nog steeds het jarenlange conflict heerst tussen de Joden en de Palestijnen. Het was Madonna meer dan nadrukkelijk gezegd geen politieke statements te maken tijdens het optreden, maar dat kon ze natuurlijk niet laten. Op de rug van enkele dansers was de Palestijnse vlag te zien, waarmee de zangeres dus toch een subtiel statement maakte. Tja, stak ze maar eens wat meer tijd in haar zangkwaliteiten. Maar statements zijn er ook in eigen land en met veel algemenere boodschappen. Zo bracht rockband Within Temptation dit jaar een nieuwe plaat uit die vol staat met protestsongs. Bij het schrijven van muziek kijkt de band veelal naar wat er gebeurt op het wereldtoneel en kunnen ze zich soms erg boos maken over politiek. Neem bijvoorbeeld Syrië of Turkije. Maar ook onderwerpen als persvrijheid zijn een inspiratiebron. Zangeres Sharon den Adel zegt het volgende over. Het is niet mijn bedoeling om mij in oorlogen te mengen in gebieden waar ik niet leef, maar ik heb er wel een mening over en vind dat ik er iets over mag zeggen. Volgens mij ben je als artiest de aangewezen persoon om dat te doen. Op hun laatste album Resist winnen ze er geen doekjes om. Ga die barricade op. Open je ogen voor een wereld die gedomineerd wordt door overheden die je graag doen geloven dat je een vrij persoon bent, terwijl ze meekijken met elke beweging die je maakt en elke volgende stap die je zet controleren. Word wakker en bescherm je vrijheid. Statements in muziek, zeker tijdens optredens, zijn vaak het gesprek van de dag. Je kunt dus wel stellen dat muziek een perfect middel is om je mening op een mooie en creatieve manier naar buiten te brengen. Als de muziek dan ook maar een beetje om aan te horen is natuurlijk. Oh, I'm so thankful for tonight and for Madonna's autotune. Bring the noise when we run upon them. Ondertussen ben ik nog steeds in Wageningen en probeer ik bovenop de bekende Wageningse berg te komen dat op een steenworp afstand ligt van het 5 Meiplein, wat tijdens Bevrijdingsdag het centrum van de vrijheid is. Zometeen zie je ons verslag van Bevrijdingsfestival Gelderland, maar eerst gaan we even naar Nijmegen. Daar gaat Imke namelijk de straat op met vragen over vrijheid in muziek. In kunst mag alles. En muziek is eigenlijk ook een kunstvorm. Dus mag in muziek nou ook alles? Tot hoever mag je eigenlijk gaan binnen het begrip muzikale vrijheid? En tot wanneer wordt dat nou eigenlijk gewaardeerd? Luister je wel eens muziek? Ja, nu. Oké, okay, en vind je wel eens dat er bepaalde teksten en nummers zijn waarvan je denkt dat het is te heftig? Ja. En welke? Al voor de jeugd. Voor de jeugd. Ja, we moeten verstandig zijn, toch? Ja. De teksten zijn soms nog wel heftig, denk ik. Hey, vinden jullie wel eens dat je muziek hoort en dan je denkt, oeh, dit kan niet, dit gaat te ver? Ja, soms wel. En wat dan bijvoorbeeld? Ja, zo, ik weet niet een voorbeeld, maar
Soms denk ik wel, dit kan eigenlijk echt niet wat ze nu zeggen. Maar mezelf heb ik daar niet, maakt niet zo heel veel uit. Luisteren jullie eens muziek waarvan je denkt, kan dit eigenlijk wel? Ja, naar Fabiola. Fabiola, en waarom? Nou, ze ziet er gewoon sletterig uit en zo, dus daarom. Ja, er zijn vaak rappers of mensen die denken dat ze heel goed kunnen rappen, die teksten hebben waar je denkt van, de muziek is aardig, maar de tekst is wat minder. Maar de nummers die ze maakt, wat vind je daar dan van? Ja, ze doet heel kinderachtig en ze denkt dat ze iedereen kan dissen, maar dat is niet zo. En denk je dat er ook iets achter zit voor haar? Dat ze een standpunt wil brengen? Of? Ik denk eigenlijk gewoon heel onzeker. En dat ze daarom dus zo doet? Ja. Een artiest die het afgelopen jaar een aantal opvallende nummers heeft uitgebracht, is Merel. Een van de hoogtepunten die ze op Valentijnsdag heeft uitgebracht is Hou Je Back en Bef Me. Hier kreeg ze heel erg veel kritiek over. Maar zelf zegt ze het volgende over dit nummer. Hou je back en bef me. Het doel van een liedje is gewoon een liedje maken en hopen dat zoveel mogelijk mensen het horen en het leuk vinden. Dat is zeg maar even aan de oppervlakte. Maar het geheime doel is meer mensen dat beffen een normaler woord wordt. Toen ze dat zei van nou dat hou je back en beff me, dat ga ik doen. Dan dacht ik, nee, doe dat dan niet. Je weet toch niet wat je over jezelf afroept en zo. Ga ze dan niet op straat aan je zitten, is het geen vrijbrief? Toen zei ik ook, mam, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Echt niet. Maar ik kreeg ook heel veel reactie van, hou je bek en pijp me, kan niet. En toen dacht ik, ja, maar die liedjes hebben we toch al heel erg veel. Is dat waar? Kan dat niet meer? Nee, ik denk ook dat dat niet kan. Tenminste, ik zou het niemand aanraden om dat nu uit te brengen. Nee, maar ook omdat, tenminste, dat is wat ik wel denk, dat dit nummer was misschien even nodig, zodat het... Even dat de balans weer een beetje er is of zo. Omdat er zijn al zoveel nummers gemaakt. Vanuit een mannelijk perspectief. En een soort trots over mannelijke seksualiteit en zo. Ja. Het is te zeggen, hier in België zijn er sommige radiostations die hebben besloten om jouw nummer niet te draaien. Echt, ook van waartoe zet ik aan met dit liedje? Tot beffen. Nou, dat is alleen maar supergoed. Maar wat vindt men er eigenlijk van dat expliciete onderwerpen ter sprake komen in muziek? Is het niet nodig? Of is het juist heel goed dat dit ook benoemd wordt? Ken je Merel? 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 Nee. Van Hou Je Back en Bef Me? Oh ja, ik heb dat op de radio gehoord een keertje. Ja, dat is toch wel wat pittig, hè? Ja, zeg jij. Hey, kennen jullie ook Merel? Nee. Van dat nummer Hou Je Back en Bef Me? Ja, die wel. Wat vind je daarvan? Ja, ordinair. En waarom ordinair? Ik weet niet. Je zegt toch niet in een videoclip Hou Je Back en Bef Me? I'm not very comfortable with it, especially if there are kids around. Okay. But when there are no kids around, it doesn't bother me that much. Bijvoorbeeld een Merel. Wat vind je daarvan? Ken je het nummer van Hou Je Back en Bef Me? Ja, die ken ik. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het wel grappig. Ik kan er wel humor van vinden. Ik vind het niet te heftig. Hou Je Back en Bef Me, heb je daar wel eens van gehoord? Zeker. Wat vinden jullie daarvan? Iets anders. Ja. Iets anders. Ik vind het niet heel erg of zo, maar... Ja. Ik luister er zelf niet zo snel, maar als ik het hoor, dan denk ik ja. Wat vind je ervan? Nou ja, kijk, het gebeurt in het dagelijks leven, maar het is niet zo dat je daar een liedje op hoeft te maken wat iedereen elk moment van de dag kan horen, denk ik. Ja, ik zou het niet naast mijn ouders of zo luisteren, maar op een feestje of zo kan het wel grappig zijn. Heb je wel eens andere nummers waarvan je denkt, vind ik te heftig? Nee, ik vind dat je alles een beetje met korreltjes zou moeten nemen. Niks vind ik echt te heftig, nee. Want zij wil dus eigenlijk een beetje balans brengen in de muziekwereld, zegt ze zelf. Want er zijn heel veel rappers die dus zingen over lust en zo. En zij zegt, nou, ik wil de balans brengen dus door te zeggen als vrouw, hou je back en bef me. Wat vinden jullie daarvan als jullie dat horen? Ja, dan vind ik het wel oké. Dan vind ik het wel logisch. Ja, een tof initiatief. Moet ze gewoon blijven doen. Ik ga er niet stoppen. Daarvan. Nee. Ja, ik zou het zelf niet echt op die manier zien, maar... Ja. Hoe zie jij het dan? Nee, anders, maar niet... Ik zou het zelf niet op die manier aanpakken, denk ik, maar... Okay. Want ik ben het met haar eens wat ze zegt, alleen... Ja, of dit dan het goede moment en het goede idee is om een tegengeluid te geven, weet ik niet. Dat kan ik niet zo goed beoordelen. Ik denk alleen dat het wel... in ieder geval, we praten er nu over, dus ze heeft wel haar doel bereikt, denk ik. Precies. Free. 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 Free.
Inmiddels heb ik de top van de Wageningse berg bereikt met een geweldig uitzicht als beloning, maar dan wel net de verkeerde kant op. Je kunt hier van links naar rechts over de Rijn tot diep in de Betuwe kijken. Maar juist aan de andere kant ligt de binnenstad van Wageningen. De binnenstad die het toneel is voor het bevrijdingsfestival Gelderland. Afgelopen 5 mei was ik daar samen met Sascha om te zien hoe massaal de vrijheid daar gevierd wordt. Het is vandaag Bevrijdingsdag en op dit moment staan we op een van de belangrijkste punten op deze dag, namelijk het 5 meiplein in Wageningen. Hier is middernacht het bevrijdingsvuur aangestoken. Dit is de officiële overgang van het herdenken op 4 mei naar het vieren op 5 mei. Maar dit is niet de enige reden waarom Wageningen vandaag in de belangstelling staat. Want ook op dit moment wordt het bevrijdingsfestival Gelderland gevierd. Verspreid over 10 podia kunnen duizenden mensen genieten van uiteenlopende soorten muziek. Van pop tot blues en van metal tot Nederlandstalige meezingers. In principe is er dus voor elke muziekliefhebber wel iets te vinden. Vandaag gaan wij een aantal podia's bezoeken om uit te zoeken wat vrijheid betekent voor de bezoekers hier. Het hoofdpodium van Bevrijdingsfestival Gelderland staat geheel in het teken van vrijheid. En hier treden vandaag ook grote namen uit binnen- en buitenland op. Zo waren er vandaag al bijvoorbeeld optredens van Famke Louise en ambassadeur van de vrijheid Sam Veld. En later vanavond staan hier onder meer Neverone en Ilse de Lange. Verspreid door het centrum van Wageningen staan 8 muzikale podia met een brede diversiteit aan artiesten. De bekendste namen staan uiteraard op het hoofdpodium dat dit jaar te vinden was bij de Gevangentoren. De eerste act van de dag was Sam Veld. De DJ is in 2019 een van de 3 ambassadeurs van de vrijheid naast Maan en Kraantje Papi. De 26-jarige Brabander is onder meer bekend van hits als Summer On You, Know You Better en Show Me Love. Show me if you want me. You got to show me love. Na Sam Veld waren er op het hoofdpodium nog acts te zien als Rondé, D-Wolf, Busy en Famke Louise. Kan jij die bitches laten? Ben jij de waarde? Oh, zie jij mijn waarde? Ik ben een survivor. Ik wil niet langer raden. We moeten praten. Ik heb zoveel vragen. Ga je je gedragen? Later in de avond konden bezoekers genieten van 2 hoofdacts. Neverone trok hierbij een groot publiek. Natuurlijk mede dankzij hun deelname aan The Voice of Holland. En het festival wordt afgesloten door Ilse de Lange. Wat is de reden dat je eigenlijk Bevrijdingsdag viert? Om te vieren dat we vrij zijn van de wereldoorlog. Ook al hebben we die niet meegemaakt. Maar... Vind je dat belangrijk? Ik vind het wel belangrijk, ja. Ja, gewoon dat je je mening en je ding hier in Nederland kan doen, eigenlijk. Ja. Buiten kunnen gaan, buiten. Zo, dingen doen. Naar school gaan. Muziek luisteren bij mensen, een beetje herdenking en zo. Ja, wordt niet vrij, vrij naar buiten gaan. Wat is de vrijheid nou voor jou? De vrijheid voor mij is dat ik haar vanavond even lekker kan vrijen. Vrijen, ja. Af en toe een zwang roken, weet toch? Nee, grap. Wij zijn niet op dat, man. De ouders zien dit altijd. Wat zeg jij? Ja, de ouders altijd zien dit. Ja, heel goed. Nee, maar de vrijheid voor jullie is er gewoon dat je hier kan zijn, een beetje feesten, een beetje zuipen, precies. Een jointje erbij. Nou, jointje doen we niet, man. Dat zeg je net. Als het op tv komt, kunnen we dat niet zeggen. Nee, dat kun je niet zeggen, inderdaad. Nee. Dit is Guido van de Vrijheid. Guido van de Vrijheid. Zo is dat. Wat maakt u zo vrij? Altijd alle dingen te kunnen doen waarvan ik denk, ik ga het nu doen en ik kan het in alle vrijheid blijven doen. Dat is zo mooi, fantastisch. Ja vrijheid, dat is dat je dit kan doen, wat we hier doen met z'n allen. Ja. Precies, ja, biertje drinken. Daar hebben die mannen... gevochten en gestreden en dan komen wij hier bier op drinken. Ja, kijk, heel goed. Een heel goede reden om Bevrijdingsfestival te vieren. Ja,
Nu zijn jullie aan de beurt. Jullie staan hier zo naartoe te kijken de hele tijd. Oké, we pakken jou dan gewoon. Jij bent de lul. Godverdomme. Hey, bevrijdingsfestival. Wat is vrijheid voor jou? Ja, vrijheid. Ja, vrijheid. Ja, ik weet het niet. Gewoon kunnen doen wat je wilt. Had jij hier gestaan zonder vrijheid? Nee. Nee, toch? Nee, denk ik niet. Nee. Hey, maar we zijn nu bij het hoofdpodium. Komen jullie voor een speciale act hiervoor naartoe? Nee man, gewoon gezellig. Gewoon. Maakt niet zoveel uit wat er is. We komen gewoon voor de gezelligheid, voor de mensen, maar niet specifiek voor muziek. Zijn er acts waar je speciaal voor naar Wageningen bent gekomen? Ja, ik ben met mijn neef hier en voor Busy eigenlijk. Voor Busy? Ja. Zijn er acts waar jij speciaal voor bent gekomen hier naar Wageningen? Nee, eigenlijk niet. Ik ben zeg maar met vriendinnen gekomen en toen naar het défilé en nu gewoon lekker feesten. Dus je hebt défilé ook gezien? Ja, défilé hebben we ook gezien. Hoe was dat? Ja, het was heel interessant en leuk om te zien en ja, het is gewoon heel mooi. Ja. Okay. Zijn jullie voor speciale act trouwens hier naartoe gekomen? Dat jullie straks iemand gaan zien? Busy. Oh, busy. Nee. Oké, Busy. Zijn jullie ook voor speciale reden naar Wageningen gekomen of wonen jullie hier? Wij wonen hier. Okay, dus jullie gaan de vrijheid vieren met Busy straks? Thanks. Ja, dankjewel. Oké, ik zie dat jullie genoeg vrijheid hebben. Ik laat jullie verder gaan. Gaan jullie nog iets extra's doen om deze vrijheid te vieren in Nederland? Bier drinken. Bier drinken, heel goed. Hey, proost jongens. Wees er blij mee jongens. Dat moet het zijn. Het volgende podium dat we bezoeken staat op het Salvadaplein. Dit wordt ook wel het wereldmuziekpodium genoemd. De focus van dit podium ligt op Afrika en Zuid-Amerika. Mag ik u vragen wat vrijheid voor u inhoudt? Nou, doen waar je zin in hebt. En met vrienden genieten. Zeker, dat is een mooi ding. Gewoon lekker de dingen, lekker de zuipen, dingen doen die je wilt. Genieten van het leven. En waarom Wageningen? Waarom Wageningen? Ja. Waarom Wageningen? Ja, wie niks waagt, wie weet wat, hè? Ik vind het heel belangrijk dat mensen vrijheid met elkaar vieren. En dat ook uiten. En zeker in dans en natuurlijk lief zijn tegen elkaar. Doe is lief, vind ik een heel belangrijke uitspraak. En waarom Wageningen? Ja, omdat er is bevrijde wereld, hotel is yes, daarom is de opstaat. Het zijn goede vibes, lekkere muziek, lekker dansen. Ja. Kiezen jullie altijd voor dit podium of is dit überhaupt jullie eerste keer in Wageningen? Ja, ik ben wel een routineer op het 5 mei festival. Maar dit is gewoon altijd leuk. Ik ga een beetje naar van alles. Nou, ik zie dat u een heel mooi pak aan heeft. Ja. Waarvoor bent u hier? Ik ben in Libanon geweest en ik heb daar 81-82 met de Verenigde Naties opgetreden. En ik ben vandaag het défilé gelopen met 50 vrienden. Dat was geweldig. Ja, en dan ga ik s'avonds al een stap in de stad. Ja. Dan... Altijd? Dus dit is zeker niet uw eerste keer hier? Nee, de achtste keer denk ik. Ja, en dan gaan mijn vrouw haalt me op afroep op. Oh, wat leuk. Maar ik blijf nog even hier, want ik vind het heel gezellig. Ik heb net met zinnen gelezen en daar gedanst. Dat was fantastisch. En zo spontaan die mensen. Maar wat ik zo leuk vind, dat al die culturen samen hier optreden. Dat vind ik echt geweldig. 5 mei is heel gezellig in Wageningen. Ik kom niet uit Nederland, ik kom uit Ecuador. Maar dit is een bijzondere feest. Ik vond altijd leuk hier, 5 mei. Hoe lang woont u nu in Nederland, meneer? Ik woon 26 jaar in Nederland. En wat vindt u het allerleukste aan het bevrijdingsfestival? De cultuur, dat veel mensen van verschillende landen zijn hier. In Nederland, in Wageningen wonen ongeveer 84 verschillende nationaliteiten. Dat vind ik leuk, dat jij kan met zoveel mensen van andere landen leren kennen. Wat betekent voor u nou vrijheid? Nou ja, ik vind dat wij zomaar kunnen zeggen wat we willen en met elkaar kunnen praten zonder en de vrouwen niet onderdrukt worden, zou je ook aanspreken. Dat is ook jammer. Dus dat moeten we vooral handhaven. En we zijn ons eigenlijk niet gewend dat wij zo veel vrijheid hier hebben. Dat we dit zomaar kunnen doen met z'n allen. En dat vind ik mooi van Wageningen, want vorig jaar was ik hier ook en de politie heeft
gezegd. Er is helemaal niks gebeurd eigenlijk. En dat vind ik in zo'n manifestatie, vind ik dat geweldig eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik heel leuk. Ja. Ik sta momenteel bij het enige podium dat geheel is ontstaan door vrijwilligers. Al 21 jaar produceert Kabaal Amgemaal de beste rock, metal, ska en punkmuziek. Sinds vorig jaar zijn ze verhuisd en staan ze dus niet echt meer Amgemaal, maar de muziek die is er zeker niet minder ruig door geworden. Hey, we staan hier nu eigenlijk bij een metalpodium, hè? Ja. Wat heeft dat met vrijheid te maken volgens jou? Geen enkele inhoud. Nee, helemaal niks. Wat betekent vrijheid voor jou? Jeetje, dat is wel een pittige vraag. Ja. Dat we gewoon de ruimte hebben om te zijn wie we zijn. En niet in regeltjes moeten leven. Binnen de grenzen natuurlijk, dat je niet de vrijheid van de anderen afpakt. Hé, hey, bij een metalpodium, dat vindt u mooi? Ja. Ja, echt waar? Ja, echt waar, waarom niet? Kijk, ja, nee, hartstikke leuk. Nee, wat vindt u het mooiste metal dan? Ja, dat moet je mij niet vragen. Maar, laat zeggen, de andere type dan deze, met iets minder, dat gromme vind ik leuker. Wat vindt u mooi? Hé, hey, wat betekent... De muziek is erg mooi. Hé, hey, wat is nou de beste manier hoe we die vrijheid vast kunnen houden? Door gewoon eerlijk te zijn en oprecht naar elkaar. En niet te politiek correct doen. Gewoon zeggen waar het op staat. Maar elkaar wel, gewoon wel elkaar accepteren daarin. Hoe gaan we nou ervoor zorgen dat we deze vrijheid nooit meer kwijt gaan raken? Dat vind ik het allermoeilijkste. Want als ik tegenwoordig zo nu op Facebook kijk wat er allemaal voor agressief onderstaat, dan... Dat is geen vrijheid meer. Nee, dat is geen vrijheid meer. Dus de vrijheid moet eigenlijk beperkt worden? Nee, niet beperkt worden. Mensen moeten wat leren ruimer te denken. Meer begrip voor elkaar te hebben. Meer begrip voor elkaar, dat is een mooie. Ja. Een beetje rocken, een beetje die morspit rondlopen, dat is vrijheid. Nee, niet per se. Nee, voor mij niet. Ik bedoel, verderop staan ze op Dance Square en we zijn hun manier van vrijheid vieren. En dat is ook vrijheid. Iedereen moet kunnen laten wat hij wil, toch? Ja, kijk, iedereen moet gewoon kunnen doen wat hij of zij wil. Ja. Nou, u gaat vandaag nog langer hier staan, neem ik aan. Ja. Een beetje kijken naar deze ruige metal muziek. Ja. Gaat u nog in de moshpit zometeen? En wat? In de moshpit, een beetje achter elkaar rennen. Nee. Nee? Dat doen we niet meer. Nee, oké. Nee, heel veel plezier vandaag. Ja. Ja, okay. Dank je. De slogan van het Nationaal Comité is geef vrijheid door. En dat doorgeven, dat gaan we vandaag ook zeker doen, namelijk met een vlaggetjesactie. De bezoekers van Bevrijdingsfestival Gelderland mogen een boodschap plaatsen over hun vrijheid op deze vlaggetjes. Deze geven zij vervolgens ook weer door naar andere bezoekers. En zo gaan wij kijken wat bezoekers denken over vrijheid. En de slogan voor het eerste vlaggetje, die zullen we zelf even moeten verzinnen. Hier hebben wij een briefje met vrijheid is goed. Wat betekent vrijheid voor jou? Dat er geen oorlog en alles is, toch? Goed zo. Super. Dankjewel en geniet van je verjaardag nog. Dankjewel. Vrijheid is blijheid. Ja, dat is goed. Ja, dat klopt. Wat vinden jullie daarvan? Ja, dat is goed. Dus schrijf je op, dan geven wij die door aan de volgende persoon. Vrijheid is eenheid. Kom maar, dankjewel. En dan gaan we die geven aan de volgende. Hey, super! Bieker en kruis! Bier drinken! Oh, bier drinken! Nee, dat kan echt niet! Jawel, doe maar gewoon, dat is leuk, dat is de eerste. Ja, doe maar! Ja? Ja. Oh, dat kan dus echt! Super, dankjewel dames! Vrijheid is eenheid. En die is voor jullie? Die mogen jullie hebben? Ja. Alsjeblieft. En nu is aan jullie de vraag, welke slogan willen jullie op het volgende vlaggetje zetten voor iemand anders? Kijk, hier zie je de tekst, als je stil blijft staan. Vrijheid is bier drinken, wat vind je daar nou van? Ja, ik ben geen 18 hè.
Maar wat vind je? Want ja... Ja, voor. Voor. Zeker voor. Goed. Is goed. Nou, dat vind ik ook een hele goeie. Want dat is ook de eerste dat die we ook, hebben. Ja. Super. Oh, echt? Ja, zeker. Je bent. Dankjewel en geniet van vandaag. Thanks, komt goed. Jij ook, hè? Dankjewel. Het Bevrijdingsfestival van Gelderland loopt ten einde en ook voor ons zit het er weer op. Maar hier op de markt gaan we nog even door met de Geboedesco en die verroekte stoende. Maar ook in de cafeetjes zal het nog wel even onrustig blijven. Bring the noise when we run upon them. Jaarlijks worden er ook enkele muzikanten benoemd tot ambassadeur van de vrijheid. En dit jaar waren dat Kraantje Papi, Sam Veld en Maan. Met die laatste hebben we straks ook nog een interview waarin ze uitgebreid vertelt wat die functie nou precies inhoudt. Maar eerst gaan we verder met Noises React. Wekelijks reageren wij van Bring the Noise op 5 nummers binnen een bepaald thema. En Imke die mag dat deze week aftrappen en reageert dus ook op 5 nummers die dit jaar zijn uitgekomen. Bring the noise when we run upon them. Maar toen heb ik dus gekeken naar Van der Vorst ziet sterren. En een interview met hem en het is inderdaad een beetje een gladde. Maar het is op zich best wel een prima vent. Dance. 3 FM toch wel, denk ik. Bring the noise. Ik kan niet tussen kiezen. Nou, ik heb al meer samengewerkt met Miguel, dus die ken ik al iets beter. Ja, nee, ik weet het niet. Kan ik kiezen. Is toch lullig om te zeggen, hè? Ja, klopt. Ik ga dat echt niet zeggen. Hoi, ik ben Imke en dit is Noises Project met als thema Pophits 2019. Ik ga Clean Bandit luisteren met Mama. Ik ken het niet, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het eigenlijk wel een lekker nummertje. Het begon een beetje saai. Ik dacht, het is weer zo'n zeiknummer met zo'n vrouwenstem. Maar het is eigenlijk wel een lekker swingnummertje, denk ik. Oh jeetje, wat een vraag. Nou, mijn mama betekent wel heel veel voor me. Want ja, als ik dan toch mijn beste vriendin zou noemen, is dat mijn moeder. Ja, wij zijn wel 2 handen op 1 buik. Dus ja, die betekent heel veel voor mij. Lubach beter in bed. Ja, Lubach vind ik sowieso al een verschrikkelijke vent. Iedereen vindt hem heel erg grappig, ik vind er niks aan. Dus ik heb ook helemaal geen zin om daarna te luisteren. Maar ik zal hem luisteren. Misschien dat het nu wel meevalt. Want het is zo dat ik hem dus een paar keer heb gezien. En toen vond ik dat hij zo aan het haten was tegen iedereen. En toen dacht ik, oké, daar ga ik nooit meer naar kijken. Maar het kan ook goed zijn dat ik het nu kijk en dat ik denk, oké, dit is op zich wel... En ik word wakker, een beetje brak en onfrissen. Huh? Ik dacht even Lubach gewoon die... Oh, oké. Okay. Nog donker en vissig, zegt ze niet om je te dissen. Maar Cherry kon 's ochtends nog een keer, die liet zich niet kisten. Dus ik weer terug in bed, anders winnen de populisten. Ze zegt, het is misschien een beetje een Cherry ingeving. Maar zo fijn dat het kan in die joods-christelijke samenleving. De chick is gek, dus ik draai het gewoon om en ik fluister. Ik ben de Messias, dus je wacht tot ik kom. Je bent beter dan Cherry. Zoveel hitter dan Cherry. Je komt veel dieper dan Cherry. Je bent beter dan Baudet en Britta. Ja, vergeet hem maar Cherry. Want hij is beter dan Cherry. Hij komt veel dieper dan Cherry. Hij is beter dan Baudet en Britta. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, ik hou er wel van natuurlijk. Ja. Ja, leuk. Ik hou ervan. Heerlijk nummer. Ja, top. Goed gedaan, Lubach. Hey. Nou, ik vind eigenlijk, door alle verhalen vond ik het eigenlijk een vreselijke vent. Maar toen heb ik dus gekeken naar Van der Vorst ziet sterren. En een interview met hem en het is inderdaad een beetje een gladde. Maar het is op zich best wel een prima vent. Nou, Lady Gaga ben ik geen fan van, maar... Ja, dat is echt wel lullig, want ik ben overal heel negatief over tot nu. Maar ook Lady Gaga, ja, dat is het echt niet voor mij. Dus ik ben benieuwd wat ze heeft. Terwijl ik altijd wel heel goed vind, zij is wel heel puur en heel erg... Ze staat echt voor iets of zo. En dat vind ik altijd wel heel erg mooi. Maar ik vind haar muziek gewoon... ik hou er niet zo van. When I'm all so good, but I can't find the one.
ja, deze vind ik wel heel mooi, maar dat is gewoon omdat ik die film zo mooi vond. Dus dan denk je weer terug in die film, en dan denk je, oh ja, oh. Dus daarom vind ik deze wel heel mooi. Maar dat van Gaga, dat, daar hou ik niet van. Maar dit vind ik heel leuk. Ja, prachtig nummer. En de man ook. In, ja, mooi. In welk opzicht? In mijn privéleven of uit de muziekwereld? Uit de muziekwereld André Hazes. Omdat ik, ja, ik vind André Hazes junior ook heel leuk. Ik vind Roxanne Haas ook heel leuk. En ik vind de muziek van André Hazes senior, ja, ik vind het gewoon heerlijk muziek om naar te luisteren. En in alles wat hij zegt en zingt, ook weer dat hele pure of zo wat hij heeft. Zo zichzelf en zo'n passie voor muziek. En ja, gewoon een fijne vent, denk ik. Billie Eilish met Bad Guy. Oké, ben benieuwd. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Ja, lekker nummer gewoon. Ja, de eerste keer dat ik hem hoorde, want ik heb hem wel best vaak gehoord. De eerste keer dat ik hem hoorde, toen dacht ik wel een beetje raar. Een beetje van, hé, wat is dit? Maar hoe vaker je hem hoort, hoe leuker die wordt. En ja, hij heeft iets. Het is echt een nummer dat blijft hangen en die je niet meer vergeet. Ja, een heel goed nummer. Nou, ik val wel heel erg op bad guys. Tenminste, zoals de bad guy een beetje omschreven wordt. Maar wie vind ik nou echt een bad guy? Ja, ik denk ook dat alle artiesten ook wel heel erg bad guy zijn. Misschien vind ik de meeste bad guy, tenminste ik hoop dat hij een hele erg bad guy is. Zo doet hij zichzelf ook voor. Is Busy. En van denk ik, oh, jij bent wel echt een bad guy. Leuk, Kriskras Amsterdam, kraantje papi. Ja, daar zijn, ja, daar hou ik van. Een moment zonder jou, alleen een stilte om me heen. Ik steek mijn armen naar je uit, maar ik voel me zo alleen. Alleen je adem laat me leven, een beetje hoop heb je gegeven. Een moment zonder jou, een moment zonder jou. Ja, geweldig nummer. Maar alles wat kraantje papi heeft, wat Kriskras Amsterdam heeft, vind ik geweldig. En Tabitha eigenlijk ook. Dus geweldig nummer. Heerlijk. Kan ik 10 keer achter elkaar luisteren. Poeh, mijn mooiste moment. Oh jeetje, wat stel je toch moeilijke vragen. Nou, dan laat ik het toch nog even een beetje dat we rekening houden met dit programma. Wat vond ik het mooiste moment binnen dit programma in 2019? Ik vond dat de dag bij Emporium. Daar heb ik zo genoten. Dat was zo leuk. Dat was zo'n fijne sfeer. Ja, dat was het mooiste moment van Bring Me Noise. Maar van het heel 2019 zijn er heel veel mooie momenten geweest. We gaan er heel even tussenuit, maar blijf vooral kijken, want we zijn zo bij je terug met een interview met Maan, het eerste deel van onze music quiz. En we maken zelf een videoclip van het vrijheidslied Raise Your Banner van Within Temptation. Tot zo. Ja, ik denk dat er niet zo heel veel vrouwelijke jonge zangeressen zijn op dit moment. Ze zijn bijna op 1, misschien 2 handen te tellen. Vaak als ik op een festival sta, dan ben ik het enige meisje in de line-up. Dus het is echt best wel heel veel mannelijke artiesten zijn in Nederland. Dit is het. Nee, daar kan ik niks mee. Nee, dat is echt te weinig. Oh nee, dat vind ik veel. Ja, dat weet ik helemaal niet. Ik heb echt geen idee. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Poppodium Doornroosje. Welkom terug bij het tweede deel van Bring the Noise Revival, dat vandaag geheel in het teken staat van vrijheid. Ik ben nog steeds in Wageningen, de stad van de vrijheid, en op dit moment sta ik bij het Gemaal. Op dit parkeerterrein stond op 5 mei tijdens het Bevrijdingsfestival Gelderland het hoofdpodium, waar je eerder in de uitzending al een verslag van zag. Het festival werd die dag geopend door Sam Veld, die dit jaar ambassadeur van de vrijheid was. Maar hij was niet de enige. Ook Maan mocht per helikopter het land door om de vrijheid door te geven.
Twee maanden daarvoor was zij voor haar clubtour ook al bij Poppodium door een roosje in Nijmegen. En voorafgaand concert spraken wij met haar. Bring the noise when we run upon them. Free, free, da, da, da. Free, da. Zangeres Maan de Steenwinkel brak in 2016 door toen zij de winnares werd van het zesde seizoen van The Voice of Holland. Haar carrière maakte meteen een vliegende start met hits als Perfect World en Ride It. Anderhalf jaar later behaalde ze zelfs de tweede plek in de Nederlandse top 40 met de single Blijf bij mij, die ze samen met Ronnie Flex opnam. Dit jaar deed ze daar nog een schepje bovenop. Maar liefst 7 weken stond ze bovenaan de top 40 met het nummer Hij is van mij. Korte tijd zo populair worden. Hoe doet ze dat toch? Dat weet ik zelf ook niet zo heel goed, eerlijk gezegd. Het is gewoon, denk ik, een stuk doorzettingsvermogen en heel graag iets willen. En vooral na de Voice zorgen dat je niet vergeten wordt. Want ik dacht van, ja, je ziet heel vaak gebeuren dat je bent dan niet meer wekelijks voor een paar miljoen mensen op televisie. Dus dan doe je het op eigen kracht. En dat doorzettingsvermogen moet je hebben, of die wil van, ik moet doorgaan, ik wil doorbreken. En of dat dan lukt, ja, dat is een tweede. Maar misschien zit dit in een stukje soort gunfactor. Of ik weet het zelf ook niet zo goed. Ik vind dat heel lastig om te zeggen. Vooral onder jongeren is Maans muziek erg populair. Toch denkt ze zelf dat het niet per se aan de leeftijdscategorie ligt. Ja, ik denk dat er niet zo heel veel vrouwelijke jonge zangeressen zijn op dit moment. Ze zijn bijna op 1, misschien 2 handen te tellen. Vaak als ik op een festival sta, dan ben ik het enige meisje in de line-up. Dus het is echt best wel heel veel mannelijke artiesten zijn in Nederland. En misschien dat dat iets is dat, ja, jongeren, maar niet alleen jongeren luisteren naar mijn muziek. Ook doordat ik met beste zangers van Nederland heb meegedaan, zag ik vooral ook bij de vorige clubtour dat er echt, het was echt van 3 jaar tot 80 jaar, letterlijk. Ik moet soms wel eens optreden op een verjaardag van iemand die 80 is, maar ik sta ook op een baby shower, bij wijze van spreken. Dus dat is heel tof dat zo erg uiteenloopt. Het feit dat haar liedjes vaak persoonlijke teksten hebben, is iets dat haar vooral onderscheidt van andere artiesten, vindt Maan zelf. Ik weet niet, je hebt nu een beetje wat meer de R&B-hoek, weet je wel, waar ook heel veel autotune wordt gebruikt en dat soort dingen. Ik probeer daar een beetje weg te blijven, dus dat het wel echt een zangnummer is, weet je wel. En met gewoon, daar ben ik dan vooral nu ook bezig aan het schrijven, echt meer teksten die over mezelf gaan, die ietsje dieper gaan en zo. Dus dat probeer ik erg te doen, dat het echt wel muzikaal blijft. Dit jaar kon voor Maan bij voorbaat al niet stuk. In februari werd ze door radiozender 100% NL al uitgeroepen tot beste zangeres van 2019. Ja, bizar. Yeah. Ik, heel eerlijk gezegd, ik vind het niet helemaal terecht. Want ik kijk heel erg op tegen allemaal andere zangeressen. Maar ja, ik stond naast Ilse de Lange en naast Miss Montreux, O'Gene en Davina Michel volgens mij. En dan ging ik er met de prijs vandoor. Dacht ik, hé, hoe kan dat nou, weet je wel? Maar ik weet niet, het is wel een hele grote eer. Want uiteindelijk draait het wel om je zangkunsten ook. En natuurlijk een beetje of je het nummer goed kan overbrengen, weet je. En of je mensen ermee aanspreekt. Maar ja, ik vond het wel een heel groot compliment. Dit jaar was Maan, samen met Kraantje Papi en Sam Veld, benoemd tot ambassadeur van de vrijheid tijdens Bevrijdingsdag op 5 mei. Dat houdt in dat ik samen met Kraantje Papi en Sam Veld ben uitgekozen om op meerdere bevrijdingsfestivals te gaan staan. En dan gaan we per helikopter daar naartoe. Ja, echt super vet. We worden ook gevlogen door de luchtmacht. En wij gaan met z'n drieën proberen om zoveel mogelijk, ja, bewustzijn te creëren om bij mensen en vooral ook, vind ik, onder jongeren, dat ze niet moeten vergeten hoe bijzonder het is dat we in een vrij land leven. En dus wij zijn met z'n drieën, mogen bepaalde dingen doen om dat bewustzijn te creëren ook. Ik mag gaan nu een ontmoeting doen met een oorlogsveteraan. Die is 40 jaar oud en die heeft nu in Afghanistan gevochten. En dat we eigenlijk niet eens bij stil zijn dat op dit moment nog steeds ook Nederlandse mensen in de oorlog zijn. En die vechten voor ons land en voor onze vrijheid nog steeds op dit moment. Dus ik ga met hem praten en kijken hoe het zijn leven heeft beïnvloed. En weet je wel, wat voor keuzes hij allemaal moest maken. En wat voor hem dan ook vrijheid betekent.
Vorig jaar sprak Maan ook al met een oorlogsveteraan, namelijk Jan de Vaal. Dat gesprek maakte diepe indruk op de zangeres. Toen ik vannacht ging slapen, toen dacht ik ga gewoon iemand ontmoeten die heeft gestreden dat ik en mijn kinderen en mijn ouders vrij kunnen leven. Wees lief. En ik dacht, ik moet wat meenemen, ik moet u bedanken. Maar eigenlijk kan ik u niet op een bedanken, want het is ongelooflijk. Het is bizar dat u uw eigen leven wilde geven voor ons. Nee, ik ben blij dat de vrijheid en de respect. Ik ben zo blij dat u ook hier zit in de vrije. In de vrije niet halen. Doe dat niet, meid. Mm-hmm. Het geeft er niks. Maar wat betekent het begrip vrijheid voor Maan zelf? Nou, onder andere vind ik dat we gewoon heel goed naar elkaar moeten luisteren, heel open-minded moeten zijn en zorgen dat we gewoon met iedereen die op deze aarde leeft, want de aarde is van iedereen, veilig en goed en loyaal samen moeten en kunnen leven. Dat vind ik het belangrijkste en dat vind ik voor nu vrijheid. En dat we gewoon alles, weet je, kunnen zeggen wat we willen en dat we zelfs Lucky TV's kunnen maken van de koning zonder dat de volgende dag politie voor onze deur staat, weet je wel. Of, nou ja. Als je reist, denk ik, en als je veel in andere landen komt, dan merk je gewoon dat daar vaak wat meer regels zijn. Of dat je meer beperkt wordt in wat je kan en wat je mag. En wie je bent, hè, als mens natuurlijk. En ik heb wel het gevoel in Nederland dat wij wel vooruitstrevend zijn daarin. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we de vrijheid. Ook al is het alweer 74 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam, het vieren van onze vrijheid blijft belangrijk. Ja, absoluut. Want weet je wel, het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. En ik denk, doordat er zo'n dag is, dat iedereen er heel eventjes wel bij stilstaat. Ook vooral door dode herdenking natuurlijk de dag ervoor. En dan de dag erna dat we echt denken, yes, ja. Weet je wel. Het is zo normaal voor ons en voor onze generatie. En ik denk ook dat wij, ja, jij en ik ook de laatste generatie zijn die mensen echt in levende lijven kunnen ontmoeten die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En ik heb ook een keer een ontmoeting gehad met een verzetsheld van 96. Die heeft 2 kampen overleefd. En dan zie je, dan kijk je in zijn. Kijk, als ik het nu na zou vertellen, zou je bijna denken het is een soort horrorsprookje. Weet je wel. Je kan je niet voorstellen dat dat echt is gebeurd. Maar als je zo iemand in zijn ogen aankijkt, dan zie je het verdriet. En dan zie je hoe dat hem heeft gevormd als mens. En gewoon de waarheid, weet je wel, zie je in zijn ogen. En hij is er ook heel krachtig door geworden. En bijvoorbeeld toen ik wegging, zei hij, lieve Maan, ik wens je heel veel vrijheid toe. Dat heb ik echt nog nooit tegen iemand gezegd. En voor hem is dat zo belangrijk. Dus ik denk dat het voor onze generatie heel goed is om zoveel mogelijk verhalen te horen en dat goed te blijven onthouden en weer door te kunnen vertellen aan onze kinderen. Op 1 mei stond Maan in het Nijmeegse Doorn Roosje als onderdeel van haar clubtour. Tijdens dit soort optredens beseft ze zich telkens weer wat een bijzonder werk ze doet. Ik stond net beneden te soundcheck en toen dacht ik, voor een lege zaal nog natuurlijk, dacht ik, jeetje, wat ben ik bevoorrecht dat ik gewoon hier sta, dat ik gewoon doe wat ik echt super vet leuk vind, dat ik een hele goede band om me heen, allemaal goede mensen en dat deze zaal vanavond vol staat met mensen die naar mij willen komen kijken. Eerder dit jaar was Maan dus te horen op Hij is van mij, dat ze samen met Chris Cross Amsterdam, Tabitha en Busy maakte. Maar onlangs kwam ze weer met een nieuw solonummer, namelijk Zo kan het dus ook. Zo kan het dus ook. Hij geeft me ruimte. Hij laat me vrij. Zo kan het dus ook. Kijk niet naar anderen. Zijn aandacht is bij mij. Maar met wie zou ze in de toekomst nog eens graag samen willen werken? Ik zou wel eens met Kraantje nog wat willen doen. Die vind ik echt super vet. En als ik internationaal denk, Dua Lipa. Dat is een beetje mijn idool, ja. De DJ Tony Junior is momenteel haar vriend. Wellicht een logische stap om hun muzikale krachten te bundelen? Ja, het is wel cool als dat gebeurt, maar ik weet niet. We vinden het juist ook leuk als we samen zijn om even niet over muziek te praten, weet je wel? Het nummer Zo kan het dus ook is waarschijnlijk een voorbode op meer Nederlandstalige muziek. Dit jaar heeft Maan zich voorgenomen om zich meer op muziek in haar eigen taal te richten. Ik heb heel veel optredens en festivals en er komt allemaal nieuwe muziek. En nou, op dit moment ben ik dus bezig met de clubtour, die is nog niet af, maar dat is super, super leuk om te doen.
Ja, er zijn altijd van die dingen die je nog niet mag vertellen, omdat het nog in de pijplijn zit. Maar ik denk gewoon heel veel muziek en een beetje, vooral Nederlandse muziek. Dat heb ik wel besloten. Dit jaar wil ik Nederlands zingen. Het voelt lekkerder of zo. Het voelt voor mezelf wat geloofwaardiger. Dus dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Dus ik denk veel muziek en een beetje een zoektocht voor mezelf. Van wat vind ik nou de allerleukste muziek om te maken? Daar ga ik naar op zoek dit jaar, ja. In februari en maart 2020 geeft Maan weer een nieuwe clubtour. Enkele concerten zijn al uitverkocht, maar er zijn nog kaarten voor onder meer Tivoli in Utrecht en Paradiso in Amsterdam. Zo kan het dus ook. Raise your banner, fight your war. Dat is de quote die je aan het begin van deze uitzending kon zien. En dat is afkomstig uit het lied Raise Your Banner van de Nederlands rockband Within Temptation. Eerder dit jaar brachten zij het album Resist uit dat vol staat met protestsongs. En hierin roepen zij ook op om waakzaam te zijn voor het behoud van onze vrijheid. Reden voor ons om een eigen videoclip te maken van dit nummer. Niet alleen wereldwijd, maar ook lokaal moeten de spandoeken de lucht in en het gebeurt ook al wel geregeld. Wij van Bring the Noise doken in archieven van het RN7 Regio Nieuws op zoek naar demonstraties en protesten uit regio Nijmegen. En hiermee maakten we de volgende clip van het nummer Raise Your Banner. Bring the noise when we run upon them. Verschillende jongere partijen demonstreerden woensdagavond bij het stadhuis in Nijmegen voor meer studentenhuisvesting. Een week geleden organiseerden klimaatliefhebbers hun eerste protest. Leerlingen van basisschool De Muze in Nijmegen verzamelden zich dinsdagmiddag voor het stadhuis. Demonstratie op het Vaderplein in Nijmegen. Ik heb heel vaak ook dat ik denk, ja, jemig, dit kan toch niet? De motie is aangenomen door de Nijmeegse Raad. Someone has to take a stand against evil. Why should it not be me? Blood for Hoe goed ben jij op de hoogte van de popmuziek van dit moment? Ken je de nummers bij naam? Ken je de artiesten? En weet je meteen bij de eerste tonen al om welk nummer het gaat? Die kennis wordt getest in de Bring the Noise Music Quiz. Imke, Sascha en ik nemen tegen elkaar op, maar ook thuis kun je meedoen. Kijk mee naar het eerste deel van de Music Quiz. De Bring the Noise Music Quiz. De test om uit te zoeken hoe goed de noisers nu eigenlijk zelf op de hoogte zijn van de laatste muzikale feitjes. Uiteraard kun je ook thuis meedoen.
Ben jij sneller dan onze presentatoren? Ik ging net al een beetje kijken op de redactie waar ze de vragen liggen. Maar ik kan het niet wenden. Het is natuurlijk echt zo'n battle dus tussen de... Oh god. Jee. We beginnen vandaag niet al te moeilijk. Het is de bedoeling om aan de hand van een fragment te raden om welke artiest en welk nummer het gaat. Zowel voor de artiest als voor de titel valt een punt te verdienen. Allereerst 3 fragmenten met de eerste seconde van een lied. Fragment 1. Ik weet het niet. Ja, dan hoor ik hem en denk ik, ja, ik herken het wel. Maar ja, weet ik veel wie dat is. You are somebody that I don't know. But you're taking shots at me like it's Patron. And I'm just like, damn. It's 7 a.m. Ja, ik ken het nummer wel, maar ik weet de titel niet. En de artiest ook niet. Ja, het zal wel heten You Are Somebody. Nee, ik weet het niet. Nou, ik weet dat hij van Taylor Swift is. Maar dan de titel van het nummer. Bebe Rexha. Ja, ik doe een gokje. 7 a.m. Het goede antwoord is natuurlijk Taylor Swift met You Need To Calm Down. Oh shit, ja, Taylor Swift, ja. You Need To Calm Down, oh shit. Oh ja, natuurlijk, ja, dat is, ja, nou, nu, dan ik, oh ja, tuurlijk, dit is Taylor Swift. Ja, dat was niet opgekomen. Fragment 2. Dit is het. Daar kan ik niks mee. Nee, dat is echt te weinig. Oh nee, dat weet ik veel. Ja, dat weet ik helemaal niet. Ik heb echt geen idee. Nee, ik zou het niet weten. Ik zou het gewoon niet weten, echt niet. Dit zijn de eerste tonen van het nummer Royals van Lord. Oh, fuck, fuck, fuck. Serieus? Ja. Oh ja, oh ja. Oh nee, dat had ik echt niet eruit kunnen halen, nee. Nee. En tot slot fragment 3. When we first met, we make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Dit is toch die Hannah Montana, maar ik weet niet hoe heet ze ook weer. The One That Got Away met Katy Perry. Dit is Katy Perry, The One That Got Away. Ik kan dit niet. En dit was Katy Perry met The One That Got Away. Nice. Yes. Even goed gemaakt. Yeah. Ja, Katy. Oh ja, Katy Perry. Ja, god. Ja. Heb jij 6 punten weten te behalen? Bij de volgende 3 fragmenten is het wederom de bedoeling om titel en artiest te raden. Maar deze keer aan de hand van de bridge van het lied. Om het iets makkelijker te maken zie je ook de videoclip erbij. Het eerste fragment. Oh ja, die weet ik wel. Señorita. Oh my god, ben je zo goed. Van, ja, hoe heet ze? Ze hebben ook een relatie nu met elkaar, heb ik gehoord. Señorita met Shawn Mendes en Camila. Het is Shawn Mendes en ik geloof Camila Cabello met Señorita. Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello was het goede antwoord. Fragment 2. Head down, cross town, living like a rockstar. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Ja, weet je, het stom is, ik ken het nummer wel. Maar ik weet dat 1 Cyrus is. Dat een Cyrus inspeelt. Voornaam durf ik ook niet te zeggen. En het zijn er meerdere ook die het nummer doen. En de naam kan Hometown of... Ik weet alleen Old Town Road. Artiest weet ik niet. Het is iets met Lil, maar... Nee, weet ik ook niet. Ja, godsprek. Ik vind het helemaal kut, dit. Ik weet het allemaal niet. Echt niet. Wie is dit? Dat was Old Town Road van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Old Town Road, ja. Ja, nee. Wist ik echt niet. Ken ik ook niet. En fragment 3. If I back up, can you handle? Get it all night. Give me mad love. Don't be too nice. Let the man up. Now don't let me down, da-da-down. Ze zegt Don't Let Me Down, dus ik ga voor die titel. Ja, zou wel Don't Let Me Down heten? Nee, ook niet. Mad Love. En de zangers weet ik echt niet. Natuurlijk was dat Mabel met Mad Love. Als laatste onderdeel raden we 3 keer om welk lied en artiest het gaat. Aan de hand van een instrumentaal fragment. Nummer 1. Thank you.
me echt niks verbaasd als dit iets van Billie Eilish is. Nee, ik weet helemaal niks. Dan ga ik voor het gokje Bad Guy. Dit was Bury a Friend van Billie Eilish. Door naar fragment 2. Ja, daar moet ik het mee gaan doen. Het klinkt echt als een musical nummer. Ja, ik denk wel dat het Songfestival nummer is. Dat gezegd te hebben, zeg ik ook gelijk dat ik ook die niet weet. Nee, geen idee. Oh ja, wie is Songfestival? Duncan Lawrence met... Het nummer dat het Songfestival naar Nederland haalt. Arcade van Duncan Lawrence. Om af te sluiten, fragment 3. Ik weet het ook niet, sorry. Oeh, dat is lastig. Ik weet deze wel, maar... Ik kom er niet op. Ik vind instrumentale versies vaak nog leuker dan het origineel. Maar pas achteraf vaak. Don't call me up. Ja? Yeah? Oh my god! En daar was Mabel weer, deze keer met Don't Call Me Up. Ah, oh, damn it. Ik gewoon echt allemaal van die nummers die ik gewoon ken. Oh, wat stom. Ja, ik weet... Ja. Ja, zonde. Leuk liedje wel, maar niet te horen. In totaal heb je nu maximaal 18 punten kunnen scoren. Hoeveel heb jij er? Zorg dat je deze score bewaart, dan gaan we volgende week verder met weer een nieuw onderdeel in de Bring the Noise Music Quiz. De vragen staan dan in het teken van feestmuziek. Mis het niet! Bring the noise when we run upon them. Free. Onderweg terug naar het pontje ben ik inmiddels aangekomen op het 5 Meiplein. En je herkent het misschien nog wel van het Bevrijdingsfestival Gelderland dat je al eerder in de uitzending zag. Dit is natuurlijk dé plek om te herdenken en herinneringen op te halen. En herinneringen ophalen, dat doen we ook in Bring the Noise. Bring the Noise is oorspronkelijk een programma dat in 2014 en 2015 werd uitgezonden door N1, de voorloper van RN7. Deze zomer herleeft het programma nog één keer onder de naam Revival. En dat is meteen ook een goed moment om terug te blikken op de voorgaande 3 seizoenen. Elke week zie je een reportage uit de oude doos en deze week is dat er een uit de Festival Edition. Hierin brachten we in 2015 een bezoek aan het Holy Fusion Festival dat eenmalig werd georganiseerd in Nijmegen. Hier achter mij is het Holy Fusion Festival al in volle gang. Mensen komen natuurlijk om de line-up te zien, want La Fuente gaat optreden. Maar mensen komen ook om elkaar helemaal vies te maken met het gekleurde poeder. Maar ik ga proberen om schoon te blijven. Seek the flow.
Ten eerste, dankjewel. Ten tweede, ben ik het ermee eens, want het was hier heel leuk. Ja. Ik denk dat het altijd wel een soort wisselwerking is. Ik geef energie, die krijg ik terug van hun. En dat gaat heel de set zo door. Dus ik moet zeggen dat vanaf het moment dat ik opkwam, was het wel echt meteen aan. Dus het was leuk, mensen waren heel blij. Het zonnetje schijnt. Mensen zitten helemaal onder de poeder, net als deze dame hier. Ja, jij niet. Nee, ik ga alleen een beetje op je neus. Oh nee, toch? Ja, een klein oranje streepje. Ah, shit. Ja. Maar nee, ik moet hier nou ook meteen door, dus ik kan niet helemaal onder de poeder zitten. Nee, waar moet je heen? Ik ga nou naar het Dreamfields. Oké, maar vond je Holy Fusion wel leuk? Ik vond het heel leuk. Ik vind het concept heel leuk. En ik heb zelf een concept dat Full Color heet. Ja. Dus ik hou heel erg van kleuren en van enthousiast en dit soort dagen. Dus ik vind dit heel erg leuk, ja. En is Nijmegen dan extra leuk? Nou, over een tijdje staan we in Eindhoven. Ja? Dat is mijn eigen stad. Dus ik vind Nijmegen top. Maar ik heb ook erg veel zin om bekende mensen in Eindhoven onder de poeder te zien. Snap ik. Maar Nijmegen is wel een van de leukere steden dan, toch? Volgens mij wil jij dat ik daar zeg en dan zal ik het zeggen. Ik vind Nijmegen altijd heel leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, veel plezier vanavond dan nog. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Zie ik er heel raar uit? Nee, je bent alleen één kleur. Iedereen heeft allemaal kleuren, maar jou hebben ze alleen met roze gehad. Ja. Maar je ziet er knap uit. Hoe vind je het hier? Ik vind het helemaal geweldig hier. Waarom? Nou ja, het begon niet zo leuk. Ik vond de DJ's wat minder, maar hoe later de avond loopt, ik vind het helemaal geweldig. En met wie ben je hier? Ik ben met deze twee jongens. Oh, en wat zijn jullie van elkaar dan? Dat is mijn beste vriend, daar woon ik samen mee. Hem ken ik al een aantal jaar van de hockey. Ja, kom erbij! Kom maar. Hey, jongens! Zover Bring the Noise voor deze week, dat geheel in het teken stond van vrijheid. Maar blijf nog even lekker voor je tv zitten, want dan kun je nog even lekker nagenieten met Him After Noise. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan is het thema Fuifje. We gaan lekker dansen op Emporium en we bezoeken Milk, dat 4 keer per jaar in de Nijmeegse Modestraat wordt georganiseerd. En we hebben ook interviews met 2 echte feestartiesten, namelijk Roxanne Hazes en Corrie Konings. Voor nu wens ik je vast veel plezier met Him After Noise en dan zie ik je graag volgende week weer. Wist jij dat er ieder jaar meer dan 100.000 mensen over deze drempel komen lopen om hun favoriete band of DJ te zien? Deze week verwachten we weer een rij voor de deur voor deze act.
van Milk. You see?